Zekerheid is wel plezierig als je dat van jezelf bent. Maar dit keer gaan we het even over een ander boek gooien. We hebben het dit keer over de onzekerheidsrelatie. We gaan van start. We kijken eerst even naar het elektron. Nou, zo'n elektron heeft een bepaalde snelheid. Kijk in binnen 7 en dan vind je daar ook de massa van het elektron. Weliswaar ontzettend klein. 9,1 keer 10 tot de macht min 31 kilogram. Of als je het in atomaire massa uitdrukt, dan is hij zo groot. Het blijft ontzettend klein, maar het heeft wel massa. Dus het elektron heeft ook een impuls. P is m maal v. Nou, snelheid heeft het. Natuurlijk heeft het ook een plaats. Dus je zou zeggen van, dat is wel zeker, snelheid en plaats. Maar een elektron is eigenlijk een golf. En die zie je hier. Een golf, keurig regelmatig, met een golflengte lambda. En we halen Broglie er weer een bij. En die heeft gezegd, god, die golflengte, dat is eigenlijk h gedeelte p. En als je dus de golflengte zo exact precies weet, dan weet je dus de impuls ook van het elektron. Oftewel, de impuls is nu goed bekend. De plaats. Wat is de plaats? Nou, de golf geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat je een elektron kunt vinden. De waarschijnlijkheid is gelijk aan het kwadraat van de amplitude van de golf. Dus als ik hier een bijzet, ja, kijk, dit is de kwadraat van de amplitude. Het is natuurlijk dan altijd positief, want negatief keer negatief is precies positief. En waar is nou de waarschijnlijkheid groot dat je het elektron kunt vinden? Nou, dat is daar, maar daar en daar en daar, daar, daar. Hij kan overal zijn. Kortom, ik weet misschien dat ik de impuls ontzettend goed kan berekenen, maar de keerzijde is dat de plaats volledig onbepaald is. Waar hij ook kan zijn, ik weet het niet. Dat moeten we veranderen. We gaan de amplitude van de golf een beetje inperken. En dat kan worden gedaan door golven met elkaar te laten interfereren. Ja, en dan zie je dus dat je op deze manier vooral in het midden een hele grote amplitude hebt. Dus je zult het elektron hoogstwaarschijnlijk daar aantreffen. Dat betekent dus dat de plaats veel beter bepaald is dan zo net. Echter, doordat je meerdere golven gebruikt met verschillende golflengtes, is de golflengte juist weer minder makkelijk te bepalen. Oftewel, als de plaats zekerder wordt, wordt de golflengte weer minder zeker en dus wordt de impuls minder zeker. En dat leidt tot de onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Meneer Heisenberg, kijk, hier heb je hem. Ja, die heeft gezegd van, als je de onzekerheid van x van de plaats maal de onzekerheid van de impuls doet, dan zul je altijd een getal hebben die groter is dan, nou, daar staat het al, constante van Planck gedeeld door 4π. Ja, dus, die delta x is de onzekerheid van de plaats, in meters natuurlijk. Delta p is de onzekerheid van de impuls in, oh, wat moeilijk te zien, eventjes sneu voor Heisenberg, maar daar gaat hij. Ja, onzekerheid van de impuls in kilogram maal meter per seconde. En h natuurlijk constante van Planck in joules per seconde. Hier staat h gedeeld door 4π. Dat wordt ook wel eens anders geschreven. En dan wordt in plaats van h wordt genomen een h met een streepje erdoor. Het is altijd wel mooi als je zoiets tegenkomt, h met een streepje erdoor, dat je denkt van, hé, wat is dat? Nou, dit is het, h gedeeld door 2π. Een notatie die je soms wel eens tegenkomt. Wat zegt de onzekerheidsrelatie van Heisenberg nu? Wel, je kunt nooit precies de plaats en precies de impuls van een deeltje bepalen. Je kunt wel de een ontzettend zeker maken, maar dan zul je zien dat de andere juist onzeker is. Of net andersom dus. De onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Wat betekent dit allemaal? Nou, stel je voor het klassieke beeld van het elektron wat om een positieve kern heen draait. Klassiek zou het wezen dus dat het elektron zou gaan stralen, want het is een lading die versnelt. En als je straalt, verliest hij energie
En dus zal hij sneller gaan draaien en hup, naar de kern toe. Maar stel je voor dat het zou gebeuren en zou tenslotte door de kern worden opgenomen. Wat krijg je dan? Nou, dan heb je dus een elektron wat in de kern zit. Dat betekent dus dat de plaats van het elektron ontzettend nauwkeurig bekend is. Maar als hij daar dan ook nog eens blijft zitten, dan is niet alleen de plaats ontzettend nauwkeurig bekend, maar ook de snelheid, want de snelheid is een nul. En dat kan niet, want volgens de onzekerheidsrelatie is de impuls dan juist zeer onnauwkeurig, oftewel zijn snelheid is totaal onbekend. En dat betekent in ieder geval dat het elektron niet blijft zitten. Het elektron is dus ontzettend wazig wat dat betreft. En je ziet hier wat verdelingen van elektronen rond de kern. Ja, dat zijn dus elektronenwolken in feite en het geeft hier aan de waarschijnlijkheid waar je een elektron zult gaan treffen. Ja, diverse elektronenconfiguraties. Goed, even een paar andere voorbeelden. Stel je voor, je hebt een of ander materiaal, allemaal atomen erin. Die atomen die gaan allemaal bewegen natuurlijk. En je laat dan de temperatuur dalen. Dat betekent dus dat de deeltjes trager gaan. Want de kinetische energie is een maat voor de temperatuur. En als je dan in de buurt van de 0 Kelvin komt, dan staan de deeltjes stil. En als de deeltjes stilstaan, dat betekent dus dat de impuls ontzettend nauwkeurig bepaald is. Die is namelijk nul. Dus is de onzekerheid in impuls ook nul. En dat betekent dat de plaats juist ontzettend onzeker is. En dat is natuurlijk ontzettend vreemd. De deeltjes staan stil, maar je weet niet waar ze zijn. Onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Ja, dus het wordt een beetje wazig. En dan krijg je dus dat je bij zeer lage temperaturen ook zeer vreemde eigenschappen krijgt bij stoffen. Zo heb je bijvoorbeeld bij zeer lage temperaturen supergeleiding. Supergeleiding houdt in dat de elektrische weerstand daalt tot 0 ohm. Oftewel, er is totaal geen weerstand meer als er een stroom gaat lopen. En dan heb je bijvoorbeeld dit effect, dat je een magneet kunt laten zweven in zijn situatie. Dat heeft te maken trouwens dat de magneetvelden niet meer in zijn supergeleiding kunnen komen. Supergeleiding is één. Een andere eigenschap is superfluiditeit. En dit houdt in dat van vloeistof de viscositeit nul wordt. Viscositeit is de stroperigheid van vloeistof. Dus superfluiditeit betekent dat een vloeistof ontzettend makkelijk kan gaan vloeien. En dat zie je hier. De vloeistof die komt nu in zeer koude situatie. Dus wordt het viscositeit nul. En je ziet dat het door het glas heen kan stromen. Ook hier zie je een eigenschap. Het vloeistof gaat nu niet door het glas heen. Maar het kruipt aan de binnenkant van het glas omhoog. En gaat aan de buitenkant weer naar beneden toe. En dan drupt het op het eind weer naar beneden toe. Viscositeit is nul. Een eigenschap van zeer koude vloeistoffen. Goed, kwantummechanica. Energie is H keer F. Een golflengte, H gedeeld P. En onzekerheidsrelatie. Wat zou dit allemaal kunnen betekenen? Nou, E is H keer F, dat betekent dus dat energie niet vloeiend oploopt, maar dat het in stappen gaat. De golflengte zou eigenlijk inhouden van, hé, je gaat een flesje drinken pakken, maar plotseling zie je dat een beetje heen en weer gaan. Het krijgt de eigenschap van een golf. En trouwens, waar is het flesje drinken eigenlijk? Want de onzekerheidsrelatie zegt dat de plaats van je flesje niet meer zeker is als je hem stil laat staan. Gelukkig, overal zit de constante van Planck in. En de constante van Planck is ontzettend klein. En dat is dan ook de reden dus dat kwantummechanica de mechanica is van de hele kleine wereld. De wereld
in de atomen en niet in je dagelijkse leven. En dat is in ieder geval wel zeker. Maar voor de rest, zo nu en dan, moet je je kunnen afvragen van, goh, is dit wel zo? Dat is een gezonde instelling. Tot ziens.